Hallo allemaal en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is vandaag maandag. Vandaag is het maandag 10 april, tweede paasdag. En vandaag ga ik eigenlijk, vind ik, toch wel een beetje officieel verhuizen of zo. I don't know. Dus ik dacht, ik neem jullie mee. Op dit moment is dit de status in mijn kamer, in mijn huidige kamer. Vreselijk, zoals jullie kunnen zien. Maar dat is niet erg, want dan ga ik nu opruimen. Ik ga heel veel meenemen vandaag. En ik ga deze week ook al 3 nachtjes slapen in mijn studiootje, huisje, kamertje, hoe je het wilt noemen. Dus dat wordt leuk. We gaan vandaag ook de kast in elkaar zetten. Dan heb ik al mijn spullen, dus dat is super chill. We gaan boodschappen doen voor daar. Ik ga decoratieve dingen meenemen, dus it's gonna be fun. Nou, ik heb mijn kamer nu leeg gehaald. Of ja, leeg valt ook wel mee, maar voor mijn idee sowieso is deze hoek heel erg leeg. Voor de rest valt dit op zich wel mee. En ik heb dus ook een aantal posters van de muur afgehaald. Dus dat ziet er ook wel een stuk kaler uit. Die plant moet echt worden weggegooid, want die is echt dood. Maar ja, dit is dus mijn kamertje nu. En we gaan nu onderweg naar Maastricht. Nou, hallo allemaal. We zijn inmiddels in Maastricht en we hebben net boodschappen gedaan. En we gaan nu weer terug naar mijn kamer. Dan, mijn vader is daar, die heeft een kast gebracht. Dan gaan we die kast in elkaar zetten en ondertussen ook de boodschappen inladen. Dus ja, dat is het vooruitzicht vanaf voor nu. Het is nu 2:30 precies. Dus we lopen eigenlijk echt goed op schema. Ja, lekker. Oké, ik ben inmiddels in mijn kamer. Ik heb net boodschappen gedaan. De koelkast. Tada. Ja, het is echt heel dom, want er zit hier dus geen plank. Dus dat is echt kut. Maar goed, ik zal een koelkast tour geven. Er zitten niet zo heel veel interessante dingen in hoor. Ik heb druiven, kwark, kipfilet, kaas, paprika, komkommer, sla. Dit is Chinees, dat eet ik vanavond. Champagne. Eieren, hummus, boter, icy green. Slimpy, voor nu dit ijskoffie. I know, ik krijg mijn koffiezetapparaat nog. Dus voor nu moet ik even dit doen. Crystal clear en boter. En ik heb in mijn kastje voor droge dingen heb ik dit. Dus peperkoek, proteïnerepen, noedels, saus, granola, crackers. En dit zijn allemaal kruiden en pindakaas. En ik heb hierboven heb ik heb ik extra drinken staan. Chips, koekjes, koffie, pannenkoekenmix en brood. Dat is het voor nu. Hallo allemaal. Op dit moment staan jullie op mijn koelkast. Ja. Wacht, ik doe even een lichtje bij schijnen, want het is een beetje donker hier. Wacht, ik moet hem even ondersteunen. Ja. Oké, ik sta op dit moment in mijn kamertje. Kamertje, nou het is best wel een behoorlijke kamer. En het is eigenlijk zo goed als af. Buiten een paar decoratieve en handige dingetjes is het eigenlijk af. En ik ben echt super blij. Mama heeft vandaag echt heel erg lang aan die kast staan te kloten. We hebben het in het begin met z'n tweeën gedaan en ik was er daarna zo klaar mee. En toen ben ik andere dingen gaan doen en heeft mama die kast afgemaakt waar ik heel dankbaar voor ben. Maar het is nu dus af, dus ik wil het jullie eigenlijk ook gewoon laten zien. Het is wel nu natuurlijk donker, dus ik ga het morgen ook gewoon laten zien als het overdag is. Maar ik dacht dan krijg je al een beetje een idee van hoe het eruit ziet. Oké, zo is het dus met de sfeerlichtjes aan. Maar ik zal voor het idee voor nu misschien even de grote lichten aanzetten. Oké, als je binnenkomt heb je hier deze kast. Dit is dus de kast waar mama vandaag de hele dag aan heeft zitten kloten. Het is wel echt een super mooie kast. Deze kast is van de Jisk. Stel je voor, er zullen vragen zijn. En voor de rest staat er dus al decoratie op. Als je dan naar de linkerkant gaat, dan heb ik hier mijn schoenen en jassenrek. Deze is van de Leen Bakker. Super handig. Hier past dus ook gewoon heel erg veel op. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dan hier hebben we mijn eettafel. Nou, hier ben ik echt zo blij mee. Hij is zo super, super mooi. Ik ben er echt heel erg blij mee. De tafel is van de IKEA en de stoelen zijn van de Jisk.
En dan heb ik hierop heb ik een fruitschaal staan en mijn bloemen met vazen en daar een lampje en ook onderzetters. Die schaal, dit is echt een hele mooie zo'n keramieke schaal. Even kijken hoe ik dat best kan laten zien. Deze is van de Xenos. Deze is echt heel erg leuk. En dat lampje daar is van de IKEA. Dan hier, ja, er zit hier een hele prachtige moeder. Zij is naar de camera moet. Hey. Oké, dit is echt een superleuk hoekje, vind ik zelf. Deze stoelen zijn van de IKEA. Dat kussen is ook van de IKEA. Dit dingetje, hoe zeg je, bijzettafeltje is van de Jisk, volgens mij. En mijn bankje is van de Leenbakker en mijn poef is van de Xenos. En mijn kussens zijn allebei van de... Oh nee, zijn eentjes van de IKEA, eentjes van de Jisk. En mijn prachtige lamp hier, weet ik eigenlijk niet waar die van is. Weet jij dat? Oh nee. Nou ja, boeien, maakt niet heel veel uit. Dit is dus het zitgedeelte. Heel erg blij mee. En dan heb ik hier gordijnen hangen. Dan hier mijn bed en tapijt en spiegel. Mijn bed is van de IKEA. Mijn lampje daarbij is ook van de IKEA. Mijn beddengoed is ook van de IKEA. Dat bijzetpoefachtig dingetje weet ik niet waar die van is. Maar dit is gewoon een leuk bijzetdingetje. Hier heb ik mijn spiegel staan. Deze is ook van de IKEA. Heel chill dat het zo'n grote lange spiegel is. En dan hier heb ik mijn keukentje. Super chill. Ik zal even de binnenkant laten zien. Eigenlijk alleen de interessante. Oh, dit heb ik trouwens al laten zien vandaag. Nou ja, dit is dus in ieder geval mijn keuken. Tada. En hier heb ik dus die koelkast staan. En hierbovenop staan ook wat decoratieve dingen. En hier hangen wat magneetjes op. Deze koelkast heb ik tweedehands gekocht. Dus als jullie afvragen hoe kan je zo'n tafels grote koelkast hebben. Deze heb ik dus tweedehands. En dan hier naar binnen, dit is eigenlijk ook mijn enige deur. Hier binnen is mijn badkamer. Tada. Ja, dat is niet zo heel erg interessant. Ik heb hier een trolley staan. Die trolley is van de Leenbakker. Super blij mee ben ik hierbij. Want hier zitten dus ook al mijn handdoeken en zo. Hier heb ik mijn badhanddoek. Hier in dit kastje zitten gewoon handige dingetjes. Dus dingen voor haar, make-up, skincare, dat soort dingen. Hier hangt een handdoek, luchtverfrisser, de wc. En hier is mijn douche. Is gewoon een inloopdouche. Douche, super chill. En ja, dat is het eigenlijk wel. Ik ben ook echt heel erg blij dat ik zoveel ramen heb in mijn kamer. Ja, ik ben dus echt heel erg blij dat ik zoveel ramen heb in mijn kamer. Dus dat is even een grote view. Zo. Van hoe het eruit ziet. En ik ben dan waar ik nog heel erg blij mee ben. Ik heb dus een Emma matras. Super chill. Want ik ben zelf iemand die heel erg moeilijk ergens lekker kan slapen. En ik heb ook altijd heel erg veel last van mijn nek en van mijn rug. En daarvoor heb ik dus een speciaal kussen. En dat ga ik vanavond voor het eerst uitproberen. Dus ik zal jullie morgen vroeg laten weten hoe het ligt. maar ik denk dat het heel erg lekker ligt. Ik heb er al een paar keer gewoon op gelegen. En dat was heel erg chill. Dus ik ben benieuwd hoe ik erop slaap. Maar dat zien we vanavond. Maar ja, dat is dus mijn kamer. Ik ben echt blij. En we hebben het ook echt heel erg snel gedaan. Want het is vandaag 10 april. Of 9? Vandaag 10 april. En ik heb dus 10 dagen mijn sleutel van mijn kamer. En het is al af. So we did that fast. Oké, mama is net weg. Dat betekent dat ik hier nu voor het eerst alleen ben. En ik slaap hier vanavond ook voor het eerst. Dus dat is wel spannend. Nou, ik kom net uit de douche. Ik heb hier net voor het eerst gedoucht. Super chill. Ik heb wel ook net de pest uitgeduwd, dus daar moeten jullie even niet op letten. Ik heb dus nu de gordijnen dicht, maar hoe cute ziet het eruit. Ik ben echt een beetje verliefd. Het is zo schattig. Ik vind het echt heel schattig. Het is zo leuk. Hallo allemaal. Ik lig inmiddels in mijn bed. Ik heb gedoucht. Ik heb mijn eten gemaakt voor school. En ik lig nu inmiddels in mijn bed. Ik moet zeggen, ik vind het best wel een beetje spannend om hier te slapen vannacht. Maar ja, wel leuk. En hierboven woont... Een van mijn beste vrienden van school. En die
Daarmee kan ik ook morgen vroeg meerijden. Dus heel chill. Ik moet pas om 8:45 weg. Dus dat is ook heel fijn. En ik ga dus zo lekker slapen. En ik ben benieuwd hoe het gaat bevallen. Goedemorgen. Oké. Het is nu net 7:15 geweest. Ik ben net wakker. Ik heb best wel lekker geslapen. Alleen, ik ben vannacht 1 keer wakker geweest. Omdat ik naar de wc moest. Ja, ik ben dus net wakker. Als jullie kunnen zien, is het dus al best wel licht in mijn kamer. Omdat ik dus dit soort gordijnen heb. En ik ben normaal gezien echt gewend dat het echt pikken donker is in mijn kamer als ik wakker word. Ik vind het op zich ook wel lekker, want ik word ook al meteen een stuk wakkerder. Ik heb echt wel goed geslapen. Alleen, ja, gewoon wel even wennen of zo. Maar ik heb wel echt leuk geslapen. Goedemorgen allemaal. Oké, ik ben inmiddels gedoucht, klaargemaakt, aangekleed. Ik heb ontbeten. Het is nu 9:05, dus over 10 minuutjes ga ik weg. Ik heb ook mijn afwas al gedaan. Proud moment. De zon is echt heel erg mooi, want de zon schijnt zo naar binnen. Dus het is zo een beetje rood licht hier. Ik heb mijn bed ook al opgemaakt. Tadaa. Nice. Dit is de outfit van vandaag. Oké, dit shirtje is van Huf. Dit jasje heb ik van Vintage Island in Maastricht. Deze broek is volgens mij van de Stradivarius. En mijn schoenen zijn van Naked. Dus dit is de fit. Yeah. Ik zou het jullie nog even in het licht laten zien. Dus het is nu overdag. Dus ik laat het jullie nu ook even zien. Kijk, dit is wat ik bedoel met het rode licht. Het is echt mooi. Dat is mijn kast. Ja. Dus nu zien jullie het ook nog even overdag. En in de badkamer schijnt het licht echt heel mooi naar binnen. Kijk. Hier heb ik echt zo. Ja, het is echt cute. Nou, ja. En dit was het dan. Dit was het dan om weg te gaan uit mijn oude kamertje. Of mijn oude kamertje. Eigenlijk is mijn oude kamer echt daar. Maar dit is toch wel de kamer waar ik het laatst, ja, voor het laatst heb geslapen. En eigenlijk mijn laatste, ja, periode heb gehad. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En als jullie deze video leuk vonden, laat het me dan vooral even weten. En hopelijk zie ik jullie weer tot de volgende video. Heel erg veel liefs en tot dan. Doei!